geboorte van Flora is er een foto getrokken geweest en het is er nog nooit van gekomen om jullie te bezorgen. En dus dat dacht ik van die moet vandaag niet. Ja. Wat zeg je? Ja, dat was, ja, ik denk het dat toen was, in 2012. Ja. Oké, dus, wie zijn wij? En daarvoor heb ik een paar getalletjes mee. Ten eerste, Femme of EZ2. Dat zijn 739 groepen verspreid over heel Vlaanderen. En vorig jaar hebben zij samen 28.000 activiteiten georganiseerd. Voor 15.000 leden. En dan heel wat vrouwen die niet lid zijn. En daar zitten 3000 vrijwilligers in. En Femme Middelbeek is een van die lokale groepen. En dit jaar alleen al organiseert zij 20 activiteiten. En ik heb gezegd, je telt bijna 60 leden. 56, dat is bijna 60. Hè? En jullie team telt 6 vrijwilligers. Femme of EZ2 is bijna 100 jaar oud. Femme van Michelbeke, 15. Een piepke, nee, eigenlijk. Dat is totaal, ja. Maar ook de leden zijn jong. Het is echt een jonge groep. De gemiddelde leeftijd bij Femme van Michelbeke is 43 jaar. Oh. Dat moest er niet zijn. Dat moet dan een beetje leren, waarschijnlijk, die diplomatische taal. Nu, wat zijn onze dromen? Femme die droomt eigenlijk een groot, ja, globaal droom van één ding, is meer tijd en meer geluk voor vrouwen, voor mannen en in onze samenleving. En die grote droom hebben we dan eigenlijk opgedeeld in 5 kleine droompjes. En het is niet de bedoeling dat je dat kunt lezen, maar dat is gewoon omdat je weet van, ik heb er al één gehad, dat je kunt aftellen van, hè, we zijn er bijna. Wat is de eerste droom eigenlijk? Dat Femme vrijwilligers dan dat gelukkige en ondernemende vrijwilligers zijn. Daarom wil Femme ook meer zorg dragen naar vrijwilligers. Want eigenlijk elke Femme, het is al gezegd geweest, en er zijn al veel woorden uit mijn mond genomen, maar ik ga die dan toch maar nog een keer zeggen. Elke Femme bestaat of valt met die vrijwilligers. En het juiste team, dat bestaat dan inderdaad, hè, dat is de naam, ik ga het moet zo nog een keer zeggen. Je weet het. En de voorbije 5 jaar, 15 jaar, waren dat niet alleen deze 6, er zijn er ook nog enkele anderen geweest. En vandaag zitten er ook nog een aantal in de groep, namelijk Katrien en Veerle. En eigenlijk wil ik echt wel een dikke pruim geven aan elk van jullie, omdat jullie elke dag opnieuw er echt vol goesting inzetten voor Femme Middelbeek. Ik vind dat toch echt wel fantastisch. En ik weet dat de bedoeling is dat je meestal op het einde van je woordje een cadeautje geeft, maar eigenlijk wil ik het toch nu ook al doen. En ik heb gezorgd voor wat roze bubbels en groene hapjes. Ja. Alsjeblieft. Dat is het. Nu, waarom willen wij dan die gelukkige en ondernemende vrijwilligers? Dat is vooral omdat we merken, vrouwen die hebben nood aan warme contacten. Een gevoel van dat ze een luisterend oor hebben. Een stevig sociaal netwerk, en waardoor dat ze zich minder eenzaam voelen. En vrouwen hebben, omdat ze daaraan nood hebben, echt wel woesting zich te gaan engageren. Engageren in de lokale gemeenschap. En vrijwilligerswerk bij Femme is ook zoiets. Dat kan u echt... Allee, een goed gevoel geven. En bij Femme Middelbeek is dat eigenlijk niet anders. Jouw Femme-groep en eigenlijk, op een keer Sabrine was eigenlijk de eerste die mij de essentie van Femme kon duidelijk maken. Zowel in woorden als in daden. En ik heb het er al een keer over gehad, ik ga er niet te diep op ingaan, maar ik weet dat voor haar is Femme dat samen zijn. Samen zijn in plezierige tijden, maar ook in verdrietige tijden. En luisterend doorbieden. En het zijn eigenlijk niet alleen de vrijwilligers die daar supersterke zijn, zo, want ik heb dat door af en toe op te komen van Femme Middelbeek gemerkt. Elk van jullie kan dat supergoed.
Dat zit echt in de kleine dingen, zo een drankje gaan aanbieden aan de lesgever. Zullen we de lesgever dat hij gedaan heeft, dat hij naar huis moet? Nee, zet er u bij. Je stoel bijschuiven voor nieuwkomers. Een keer niet met je gewone vriendinnen babbelen, maar met de nieuwkomers, zodat hij zich ook opgenomen voelt. Al ja, elk van jullie zijn daar echt wel super kracht in. En dan is er natuurlijk niet alleen voor dat samen zijn, je moet ook wel iets doen terwijl je aan het samen zijn bent. En dat doet van alles. Jullie zijn eigenlijk wel zo'n creatieve, ambachtelijke makers. Zelfgemaakt, handgemaakt. Dat is op alle vlakken. Het is even verveld wat jullie allemaal doen. Je wilt de dingen zelf kunnen doen en zelf leren en constant wel nog dingen blijven bijleren. En je leert niet alleen van je lesgevers, maar gewoon ook van elkaar. Het is niet zo bij naam dat jullie een Crea-café of een Naai-café hebben of wat dan ook. Maar op veel vlakken leren we constant van elkaar. En je merkt het. En de vrouwen komen dan ook graag van mijn microbeker.